Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Leuk dat je weer luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. In deze aflevering wil ik de meest gestelde vraag gaan beantwoorden. Dat is namelijk: waarom val ik niet af? Ik ben inmiddels meer dan 5 jaar diëtist, dus ik heb een hele hoop vrouwen geholpen om welblijvend af te vallen, het jojoen vaarwel te zeggen. Het kan namelijk echt en het is niet jouw schuld dat je nog steeds worstelt met je gewicht. Dat wil ik je ook echt meegeven, ligt niet aan jou. Wat ik heb gezien over de afgelopen jaren is dat het vaak op 3 punten misgaat. En dat zijn dan ook de punten die ik in deze aflevering met jou wil delen. Laten we meteen beginnen met het eerste punt. Dat is het eten van te weinig eiwitten. Ik zie het ontzettend veel voorbij komen met de cliënten met wie ik werk, maar eigenlijk ook gewoon in mijn omgeving. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf ook, voordat ik koolhydraatarm ging eten, absoluut niet voldoende eiwitten at. Ik had ook constant honger, dus dat heeft zeker met elkaar te maken. Dat ga ik je uitleggen. Laten we eerst even terug naar de basis en kijken waarom eiwitten zo belangrijk zijn. Eiwitten zijn namelijk de bouwstoffen van je lichaam, zijn ontzettend belangrijk voor herstel, voor spieropbouw en zijn ook betrokken bij meerdere processen in je lichaam, waaronder je hormoonbalans. En wat ik zie is dat er veel te weinig eiwitten vaak worden gegeten. Het is belangrijk om je te realiseren dat eiwitten zorgen voor verzadiging. Dus als jouw eiwitinname optimaal is, dan heb je ook gewoon veel minder trek. Of dan ben je dus veel beter verzadigd gedurende de dag. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is als jij wil afvallen en gezonde keuzes wil maken. Want als jij iedere keer na een maaltijd al meteen trek hebt, ja, dan is het de kans heel groot dat je je laat verleiden tot koekjes of snoep of nou ja, noem het. Want dan heb je gewoon trek. Dus het eerste belangrijke punt is de verzadiging van eiwitten. Het tweede belangrijke punt is dat wanneer je wil afvallen, je vaak ook deels spiermassa afvalt. En dat wil je juist zoveel mogelijk voorkomen. Omdat spiermassa ervoor zorgt dat jij in rust meer calorieën verbrandt. Dus dat jouw verbranding ook veel optimaler werkt. En wat er gebeurt als je veel afvalt of als je überhaupt wil afvallen en je eiwitinname is optimaal, dan zorg je ervoor dat je die spiermassa zoveel mogelijk behoudt. Dat is dus ook de reden waarom je behoefte groter is als je wil afvallen. Dus als afvallen je doel is, is je eiwitbehoefte groter. Dus zoals ik al noemde, het zorgt voor verzadiging en het zorgt voor spierbehoud. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je voldoende eiwitten eet sowieso, maar zeker als je graag wil afvallen. En wat ik dan kan zeggen over de aangeraden hoeveelheid eiwitten om per dag te eten. Ik wil je allereerst zeggen dat ik tegen tracken, wegen en de hele mikmak ben. En daar echt niet in geloof dat jij daardoor een gezonde relatie met voeding, met jezelf en ook dus een gezonde leefstijl creëert. Maar als we puur even gaan kijken naar de cijfertjes die erbij horen, dan raad ik je aan om minimaal 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht aan eiwit per dag binnen te krijgen. Dus als jij 60 kilo weegt, dan doe je 1,2 maal 60 en dat is de minimale eiwitinname die ik je zou aanraden. Wat ik al zei, ik raad je niet per se aan om te tracken. Kijk, je mag het natuurlijk wel, sowieso staat het je vrij om te doen wat je wil. Maar je zou wel bijvoorbeeld eens op een dag kunnen kijken van oké, hoe zit mijn eiwitinname ongeveer? Dat je een beetje een feel krijgt of jij dan dus op die minimale hoeveelheid zit. En wat ik een makkelijkere aanbeveling vind en die ik ook altijd bij cliënten aanraad, is om per maaltijd te kijken van oké, wat is mijn eiwitbron en voldoet die aan de minimale hoeveelheid? Dus wat ik je aanraad is om per maaltijd minimaal 100 gram aan eiwitbron binnen te krijgen. Dus dat kan zijn 100 gram vlees of vis. Dat kunnen 2 tot 3 eieren zijn. 1 ei is 50 gram, dus met 2 eieren zit je op 100 gram. Dus als je op die manier gaat kijken, dan ben je een stuk meer bezig met daadwerkelijk voeding in plaats van met cijfertjes en externe factoren die jou dan dus moeten gaan vertellen of je wel of niet voldoende eet.
Dus ik zou kijken van wat neem ik bij mijn ontbijt? Is dat bijvoorbeeld een schaaltje yoghurt? Dan zou ik je aanraden Griekse yoghurt om zo hoog mogelijk in je vetten te zitten. Daarover trouwens later meer. Ik denk dat dat ook een interessante podcastaflevering is. Maar als je alleen een bakje yoghurt neemt, dan is dat niet voldoende eiwitten. En dan kun je er eigenlijk vergif op innemen dat jij waarschijnlijk tussen je ontbijt en je lunch trek gaat hebben. Tenzij dat er heel erg weinig tijd tussen zit. Maar in de regel zou je dan niet verzadigd genoeg zijn omdat je eiwitinname dus laag is. Dus wat ik je dan aanraad is om er bijvoorbeeld een gekookt eitje bij te eten. Of wat je ook kan doen als je het vervelend vindt of lastig vindt om al hartig te eten 's ochtends, dat je er bijvoorbeeld een scoop eiwitpoeder bij doet. Let er wel altijd op dat in je eiwitpoeder niet er geen suiker aan toe is gevoegd. Dus dat je een suikervrije bijvoorbeeld wei-eiwitpoeder gebruikt. Het is ook interessant om dan meteen even in te gaan op veganistische eiwitpoeders, die bijvoorbeeld gemaakt zijn van erwten. Kijk, het verhaal is dat vegetarische of veganistische eiwitpoeders, vegetarisch is sowieso veganistische eiwitpoeders, dat die niet de volledige aminozuurstructuur hebben. Dus een eiwit is opgebouwd uit verschillende aminozuren. En als je dan een vegetarisch, een veganistisch eiwit vergelijkt met het eiwit dat wij in ons lichaam hebben, dan komt die structuur niet overeen. Dus je zal dan veel meer daarvan binnen moeten krijgen van die veganistische eiwitbron, om daadwerkelijk volwaardig te zijn en om voldoende binnen te krijgen. Dat is dus ook meteen de reden waarom ik veganistisch eiwitpoeder niet aanraad. En dus eerder zou gaan voor een wei-eiwitpoeder. Omdat je daarmee veel beter voorziet in je eiwitbehoeftes. Natuurlijk is dat een persoonlijke keuze, maar dit is mijn advies. En ik zou dus eerder gaan voor een wei-eiwitpoeder in plaats van voor een erwte-eiwitpoeder of een ander veganistisch eiwitpoeder. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar de andere maaltijden van de dag. Zoals bijvoorbeeld de avondmaaltijd, natuurlijk ook de lunch. Maar laten we even de avondmaaltijd als voorbeeld nemen. Wat ik vaak zie als vrouwen meer koolhydraten eten. En als dat dan dus ongeveer de helft van het bord inneemt. Is dat het stukje vlees of vis eigenlijk heel erg klein is. Dus dat is ook meteen mijn vraag aan jou. Hoe groot is jouw stukje vlees of vis? Is dat onder de 100 gram? Of is dat meer richting de 120 gram? Want dan zit je ontzettend goed. Is dat onder de 100 gram, dan is het echt te weinig. En dan is het goed om daar eens mee te gaan experimenteren. Dat te gaan vergroten en dus meer eiwitten te gaan eten. En dan ook voor jezelf te observeren, merk ik dat ik meer verzadigd ben. Want ik hoor namelijk heel vaak als ik met vrouwen start met koolhydraatarm eten en ze hebben daar nog geen ervaring mee, dat zij denken dat koolhydraten, dus de pasta, rijst, aardappelen, dat het vullende component is van hun maaltijd. Dus als ik dan zeg van joh, we gaan er naar kijken om dat te verminderen, maar de andere componenten, dus meer vet en meer eiwitten aan je maaltijden toe te voegen, dat er dan best wel dat ik best wel wat weerstand soms krijg en dat vrouwen bang zijn dat ze dan honger zullen krijgen. Dus dan leg ik ook uit dat eiwitten juist het meest verzadigend zijn. Ook in combinatie met vet, maar zeker eiwitten zorgen juist voor die verzadiging. Dat zijn niet je koolhydraten. Van koolhydraten krijg je eerder trek dan dat je er verzadigd van raakt. Dus dat is ook echt wel een andere manier van denken en een andere manier van je bord opbouwen. Dat het stukje eiwit, dus je vlees of je vis, echt een stuk groter mag worden. Dus ga je voor jezelf dat eens na hoe dat bij jou is. Dan gaan we naar het tweede punt. Dat is dat je bloedsuiker te hoog is. En dat heb ik even opgedeeld in twee componenten. Want ik kan natuurlijk zeggen van ja, je eet te veel koolhydraten. Maar vaak is er nog een tweede factor bij betrokken. Eerst even, wat is je bloedsuiker? Je bloedsuiker is de hoeveelheid suiker die er in je bloedsbaan in omloop is. Dus als jij koolhydraten eet, bijvoorbeeld een appel, dan worden die koolhydraten omgezet tot glucose, tot bloedsuiker, en daardoor neemt je bloedsuiker toe. Als je bloedsuiker toeneemt, dan gaat je lichaam automatisch aan de slag en produceert insuline. Dat is een hormoon dat ervoor zorgt dat jouw bloedsuiker tussen bepaalde waardes blijft. Want jouw lichaam wil graag in homeostase zijn, dus in een bepaalde balans. Dus je lichaam gaat insuline, dat hormoon, produceren om je bloedsuiker constant te houden. Wat heel belangrijk is om je te realiseren, is dat wanneer je insulinespiegel hoog is, dus wanneer je lichaam die insuline heeft aangemaakt, stopt je vetverbranding. Dus er vindt op dat moment geen vetverbranding plaats. Zoals we weer even teruggaan, je lichaam maakt insuline aan als je koolhydraten eet en als je bloedsuiker stijgt. Dus op het moment dat jij te veel koolhydraten eet en je lichaam heel veel insuline aan het produceren is, stopt je vetverbranding, val je dus niet af.
Dat is gewoon heel simpel. Te veel koolhydraten zorgt er dan dus voor dat jij niet afvalt. Dus dat is één onderdeel van waarom jouw bloedsuiker te hoog is om af te vallen, is omdat je te veel koolhydraten binnenkrijgt. Dus dat is ook meteen weer mijn vraag aan jou. Ga eens voor jezelf na. Hoeveel koolhydraten krijg jij binnen? En dan hoef je dat dus voor mij niet te gaan tracken. Checken mag wel, maar niet door dat te gaan tracken of door dat te gaan tellen. Maar gewoon eens te gaan kijken van wat eet ik eigenlijk op een dag. Begin ik mijn dag met havermout, neem ik 3 boterhammen bij de lunch, een appel tussendoor en AVG. Sommige mensen zeggen volgens mij VGA. Nou ja, ik zeg AVG, aardappelen, vlees, groenten, 's avonds en bijvoorbeeld iets van chocola daarna. Dan zul jij ontzettend veel koolhydraten binnenkrijgen. En kun je daar eigenlijk wel vergif op innemen dat dat de grote reden is waarom jij niet afvalt. En ik weet dat dat een vrij standaard Nederlands patroon is. Maar dat is niet het patroon waarmee jij blijvend gaat afvallen. Dus ga je zelf dat eens na. Van hoeveel koolhydraten krijg ik daadwerkelijk binnen? En wat ik al zei, het gaat dus om je bloedsuiker. Dus ik wil daar ook even het tweede deel bij betrekken. Dat is namelijk je cortisolspiegel, je stresshormoon. Want het is niet zo simpel als alleen je koolhydraatinname. Het is ook hoeveel stress jij daadwerkelijk ervaart. En het voorbeeld of wat ik je dan specifiek wil meegeven is hoe jij 's ochtends opstaat. En hoeveel stress jij dus gedurende de dag ervaart. Want zeker nu een grote trend is intermittent fasting. Dus wachten met je eerste maaltijd tot bijvoorbeeld 12 uur. En mijn eerste vraag aan als ik cliënten dat hoor doen, is altijd hoeveel stress ervaar jij op dit moment? Als dat namelijk een hoop is, en bij de meeste vrouwen is dat toch echt wel zo, zeker ook de tijden waar we op dit moment in leven. En wat er dan gebeurt, is dat jouw lichaam cortisol aanmaakt. Dus dat stresshormoon gaat omhoog. En jouw cortisol heeft hetzelfde effect eigenlijk op je bloedsuiker als wat koolhydraten hebben. Namelijk dat dat gaat stijgen. Dus daarom zei ik, het is niet zo simpel als alleen koolhydraten. Het is ook echt goed om te kijken van, oké, hoeveel stress ervaar ik daadwerkelijk? En als voor jou het antwoord daarop hoog is, dus dat jij veel stress ervaart, dan is mijn eerste tip, mocht je bezig zijn met intermittent fasting, met het uitstellen van je eerste maaltijd, om weer te gaan ontbijten. En dan vooral een ontbijt, zoals ik al eerder zei, hoog in eiwitten, maar dus ook hoog in vet. Vet zorgt er namelijk voor dat jouw bloedsuiker naar beneden komt. En als jouw bloedsuiker naar beneden komt, komt je insuline naar beneden en zorgt het er dus voor dat je lichaam wel over kan gaan op vetverbranding. Dus daarom ontzettend belangrijk om jouw bloedsuiker stabiel te houden. Dat doe je 1 door je koolhydraatinname te verlagen en 2 door ook te kijken naar je stress. Dus mijn eerste voorbeeld was om dus te kijken van oké, hoe is dat 's ochtends? Als jij dus veel stress ervaart, dan wel ontbijten. Want anders dan is vaste extra stress op je lichaam. Zo kun je dat echt zien. En wat ook stress op je lichaam kan geven, is te veel bewegen. Ik weet dat dit waarschijnlijk een beetje gek klinkt, want het is toch hoe meer bewegen, hoe beter. Maar daar zit echt wel een limiet aan. En zeker bij een gestrest lichaam, want ook beweging kan er weer voor zorgen dat jouw cortisol toeneemt. En dat wil je dus juist voorkomen. Dus als jij op dit moment 5 of 6 keer per week, nou is misschien heel overdreven, maar 4 keer per week high intensity doet. En van jezelf weet dat je gestrest bent, dat je ook dus eigenlijk gewoon een hele hoop ballen hoog te houden hebt. Kijk dan eens of je 2 van die workouts kan veranderen naar een uurtje wandelen. Of een uurtje yoga doen. Of een half uurtje, wat jij wil. Maar door die beweging dus eigenlijk, of die intensiteit van die beweging wat te gaan verlagen. Omdat ook dat ervoor kan zorgen dat jouw bloedsuiker stabieler blijft gedurende de dag. Dus dat is punt 2. Het stabiel houden van je bloedsuiker door je koolhydraatinname en door je stress te balanceren. Dan het derde punt, en daar wordt echt nauwelijks aandacht aan besteed. Dat is fysiologisch gezien, dus lichamelijk kijken wat voor tekorten jij hebt opgebouwd. Zeker als je al jaren aan het diëten bent en van alles geprobeerd hebt, is de kans heel groot dat je roofbouw op je lichaam hebt gepleegd. En daardoor ontstaan tekorten. Er zijn 2 tekorten waar ik specifiek op in wil gaan. Dat is namelijk vitamine D en magnesium. Allereerst vitamine D. Een vitamine D tekort, vitamine D deficiëntie, ander woord ervoor, komt ontzettend veel voor. Ik durf wel te zeggen dat bij de cliënten die ik begeleid, het ongeveer
98% is. Ik heb bijna geen cliënten, geen vrouwen die met hun gewicht worstelen, die een optimaal vitamine D hebben. En dat is niet heel gek, want vitamine D wordt gemaakt in je huid als we worden blootgesteld aan zonlicht. Nou, we hebben niet super veel zon in Nederland en ook niet in België. Dus de kans is heel groot dat ook jij een vitamine D tekort hebt. Zeker als je worstelt met je gewicht. Dat is namelijk aan elkaar gelinkt. En wat ik je zou aanraden is om een bloedtest te laten doen bij de huisarts. En je vitamine D te laten testen. Want dan heb je meteen een duidelijk beeld of jouw vitamine D te laag is. En wat ik je aanraad is als optimale waarde minimaal 100 nanomol per liter. Er wordt vaak gezegd, oh, als het rond de 70 is, dan is het wel oké. Maar als je een optimaal vitamine D wil hebben, dan zit die minimaal op 100. En wat heel goed is om je te realiseren, je vitamine D of vitamine D aan zich is nodig voor het verbranden van vet, voor je vetmetabolisme, je vetstofwisseling. Dus als je vitamine D laag is, is het niet gek dat jij niet kan afvallen en dus moeite hebt met gewichtsverlies. Dus die vitamine D zou ik echt even laten testen, omdat je dan ook meteen meer inzicht krijgt in wat er mogelijk fysiologisch gezien niet helemaal werkt. En wat ik dus al zei, het kan ervoor zorgen dat je moeite hebt met afvallen. Het kan er ook voor zorgen dat je minder energie hebt, dat je minder goed in je vel zit. Vitamine D is eigenlijk een beetje je happy hormoon. Dus als die laag is, dan kan het er ook voor zorgen dat je minder lekker in je vel zit. Dus die zou ik zeker even laten testen. Als je vitamine D laag is, dan raad ik je aan om een supplement te nemen. Zeker omdat, ja, wat ik al zei, de zon niet zo vaak schijnt. Zeker nu in de winter. En wat dan belangrijk is om op te letten, is dat het supplement in druppel of in sprayvorm is. Niet in pilletjes, want vitamine D is een vetoplosbare vitamine. Dus de opname zal veel minder zijn als je het in een capsule of in een pil neemt. Dus er echt voor zorgen dat het een druppel of een spray is. En dan het liefst in combinatie met vitamine K. Omdat dat dan de opname van vitamine D weer bevordert. Dus dat is een tip die ik je meegeef als je vitamine D laag is. En dan het tweede tekort, wat ook ontzettend veel voorkomt, is een magnesiumtekort. Een magnesiumtekort kun je het makkelijkst herkennen aan kramp in je kuiten of in je voeten. Maar ook bijvoorbeeld aan hoofdpijn, aan droge ogen. Als je last hebt van obstipatie of juist van een opgeblazen gevoel bijvoorbeeld. En dus ook als je worstelt met je gewicht, kan dat veroorzaakt worden door een magnesiumtekort. Dus als jij je herkent in deze symptomen en in deze klachten, dan zou ik zeker eens gaan kijken wat een magnesiumsupplement voor je doet. En wat ook nog een goede is om je te realiseren, is dat wanneer je meer stress ervaart, je lichaam meer magnesium verbruikt. Dus net noemde ik al over een hele hoop ballen hoog houden. Als dat jouw situatie is, dan is de kans heel groot dat er veel magnesium door je lichaam wordt gebruikt. En dat is dan juist net weer een beetje lullig, want om te ontspannen heb je voldoende magnesium nodig. Dus ook als jij bijvoorbeeld moeite hebt met in slaap vallen, kan dat ook veroorzaakt worden door te weinig magnesium. En ook daar heb ik weer een specifiek advies voor wat betreft supplementen. Dat is om te kijken sowieso naar een capsule of naar een poeder. Dus geen pilvorm, want dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken als de schil van een walnoot. Dus nou zou je lichaam dan eerst doorheen moeten. Zeker als je bijvoorbeeld ook last hebt van je vertering, van een opgeblazen gevoel, dan zal dat niet optimaal werken. Dus dan kun je je voorstellen dat je lichaam heel veel moeite heeft om daadwerkelijk bij die stof te komen. Dus daarom kan het beste, kun je magnesium en eigenlijk alle supplementen het beste nemen in een poeder of in een capsule, zodat de opname het beste is. En ik raad dan specifiek bisglycinaat aan. Ik ga daar een andere podcast nog even verder op in welke magnesium nou waar precies voor helpt. Maar als jij je herkent in deze klachten, dan zou ik voor bisglycinaat gaan. En dan dus in poeder of in capsulevorm. Dat waren mijn drie punten, mijn drie meest voorkomende redenen waarom jij niet afvalt. Dat is te weinig eiwit, je bloedsuiker die te hoog is, wat zowel door een te hoge koolhydraatinname kan komen als door te veel stress en dus een te hoog cortisol, en tekorten. Dus ook fysiologisch kijken van wat speelt er waardoor ik niet afval. Want wat ik al zei, het is niet jouw schuld. Vaak ligt er een hele hoop aan te grondslag, een hele hoop diëten die je waarschijnlijk ook al hebt gedaan, waardoor de roofbouw ontstaan is. En dat zal je eerst moeten aanpakken voordat je daadwerkelijk blijvend gaat afvallen.
Als je nou denkt, ja, ik herken me in dit verhaal, ik wil hier wat mee, plan dan vooral even een gratis kennismakingsgesprek in, want dan kan ik met je meedenken sowieso of onze aanpak bij je past en ook wat dan de beste stap voor je is, of dat individuele begeleiding is of ons groepsprogramma. Maar ik zou je hier ontzettend graag bij willen helpen, want het is niet nodig om zo met je gewicht te blijven zitten. Je kan afvallen, dat weet ik zeker, en ik wil je daar heel graag bij helpen. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.